Ik vind het belangrijk dat er vrouwen in besturen komen en meer komen, als dat nou soms nog het geval is, maar dan moet vrouwen wel dwarren. Ik ben Akkie Lindeboom uit Rottevallen. 60 jaar geleden ben ik begonnen als eerste Friese vrouwelijke voetbalscheidsrechter. En dat wie een aanleiding dat er in Ljouwen dreigde in als eerste te worden en dat woont in Drachten net. Ja, dus toen had ze mij vregen en ik vond dat eigenlijk een heel normale zaak om Derek Vrouwli in het veld te zetten. Dus ik ga een spoedcursus volgen in Drachten. En zodoende wie ik de eerste Friese vrouwelijke voetbalscheidsrechter. En van daaruit werd een heel logische relatie om ik bestuurlijk actief te worden. Tot nota had ik dat nog altijd tamitakenpakket. Hoe ik in besturen kwam ben, ja, dat is een heel natuurlijk proces geweest. Je komt eens op een vergadering van een vereniging enzovoort heen en je begint voor het mij te denken. En dan doe je de moeilijk met van je het weet en dan zit je in bestuur. En tenminste, als je dat zelf ook leuk vindt en denken als je er wat aan toevoegen kan, dan doe je dat. Akkie Lindeboom, jij bent eigenlijk, ja, jij bent lid van die ledenraad sinds 2008 hè, en in 2016 herbenoemd op voorspraak van de Verzekerderaad Zilveren Kruis. In 2017 is dat afgelopen en toen werd je ook, kwam je ook in de ledenraad in het cohort natuurlijke personen. Zeer, zeer actief altijd geweest. Maar je, als ik naar, ik weet niet of iedereen het weet, maar je bent in 1982. Hè, dus mind you, bijna 40 jaar geleden begonnen als lid van de ledenraad provincie Friesland. Zat ik al zei, ja, als je dingen interessant vindt en je wil je ergens wel voor inzetten, dan word je echt wel in bestuur en verantwoordelijkheid meenemen. Het in bestuur zetten voor mij bestuurt dat je mij ook bij verantwoordelijkheid dragen voor waar de vereniging voor staat en dat vooral in gewerking met de andere bestuursleden en de leden net te vieren vanzelf, want die moet wel het beleid dragen en dat is de kunst om dat duidelijk goed voor het licht te brengen. Ik vind het belangrijk dat er vrouwen in besturen komen en meer komen als dat nou soms nog het geval is, maar dan moet vrouwen wel dwarren en andere vrouwen die al een stapje verder binnen, moeten die vrouwen vaak even een steuntje in de rij, ja, van je kent dat best, beziek je het maar. Je hoeft in bestuur net alles direct te weten en te kennen, als je de inzet maar hebt om dingen te leren en je erin te verdiepen. Wat ik vooral je daar in mei aan wil, dat is wat de stappen te nemen om in bestuur zitting te nemen. Want je kan zelf volle meer dan zou je denken. En we moeten als vooral je ik al qua daarin stiepje. Elk qua brengen op plakken waar ze wat bestuur te kennen.